De cijfers zeggen dat er vandaag 125.000 Belgen een gokje wagen en dat er elke dag 8.000 nieuwe gokkers bijkomen. Arne Nillens waagde ooit met vrienden een onschuldig gokje. Jaren later... Ik kon niet meer naar mijn werk gaan, ik sliep heel weinig, ik kon bepaalde taken in de maatschappij totaal niet meer uitvoeren. En mijn leven werd zo onhanteerbaar en ik was zo machteloos tegenover het gokken tot ik... Om bepaald besef te van, je moet toch hulp gaan zoeken. We kunnen verwachten dat nu ook met dit WK er weer heel wat mensen beginnen te gokken, beginnen te inzetten op die weddenschappen. En dat we die over een aantal jaren hier in de hulpverlening gaan zien. Een onderzoekje wijst uit dat ongeveer 1 op de 5 van de mensen die online met weddenschappen bezig is in de problemen komt. Dat soort cijfers en de verdubbeling van het aantal gokkers in 3 jaar tijd leidt nu tot discussie. Over gokreclame tijdens voetbalwedstrijden of het uitzenden van reclame voor gokspelen op de openbare omroep. Dit was vorige week bijvoorbeeld in het Vlaamse parlement. De VRT belooft inmiddels zelf met een gedragscode te komen. Maar wetgeving heeft de minister van Justitie er nog steeds niet doorheen gekregen. En hij komt dan nu zelf maar met een anti-reclamefilmpje. Zonder naast de baltrap krijg jij uw reet terug. Maar als Sander een goede pas geeft, krijg ik je hond. Oké, dan. Deal. Maar intussen zijn de veel geliktere reclames van de gokkantoren dus nog steeds te zien. Als mensen de reclames zien, dan mensen zeggen van hey, ik ga het dus proberen. En jammer genoeg weten zij niet waar het kan eindigen natuurlijk. WK22 in Qatar, ik durf het bijna niet te vragen. Maar durft u er geld op in te zetten dat het dan geregeld is? Nu, ik wed niet. Hè. Ook in dit geval laten we hopen van wel, zoals ook de Belgen heel ver mogen komen in het WK. Maar geld ga ik er niet op inzetten.